We people coming from the same molecules out of one bloody strong star which bursted out. We who have developed over billions of years life. Life is made by we. We humanity are so strong that we can save the earth, but we also can destroy it. Even a small thing does something. Ja. Hij is hier al heel ziek, hè? Je merkt het ook aan zijn praten, maar hij weet nog heel goed wat hij ons wil meegeven. Ja. Heftige beelden. Ja. Hoe is was dat ook voor een jou? Heftig leven. Ja. Ja. Maar hoe is dat voor jou om dat dan weer te zien? Nou ja, kijk, ik leef er natuurlijk al zo lang met Wubbo dat het is wat was voor mij niet een verrassing. En de boodschap van verduurzaming was voor hem, ja, dat noem je bijna existentieel zo van, dat moet ik. En voor mijn gevoel had hij dat ook in zijn hoofd. Want op het moment had hij, ja, dat had hij allemaal wel voorbereid. Dus in die zin stond ik daar niet van verbaasd. Nee. En mensen die Wubbo goed gekend hebben, zouden daar ook niet verbaasd van zijn. Want elk project en elk ding deed hij toch wel vol, ja, energie en emotie. En dus dat is dan, ja, een karaktertrek geworden. Ja. Dus daar sta je niet zo van verbaasd. Maar nu doe jij er alles aan om bij ons tussen de oren te krijgen dat er echt snel stappen moeten worden genomen om de aarde te redden. Om daarmee ook het levenswerk van Wubbo Ockels af te maken eigenlijk. Dat heb je, ja. Eigenlijk heb je het overgenomen, ja, van hem. Nou ja, dat kan bijna niet anders. Hè? Want als je zit naar zo'n ruimtereis en zo doordrongen bent van het feit van mensen, dit is de enige planeet die we hebben. En waar we op kunnen leven, wij mensen, want die aarde gaat natuurlijk wel door, maar wij mensen zijn daarvan afhankelijk. Dat is ook een boodschap die mij raakt. En hij heeft heel duidelijk vaak verteld hoe indrukwekkend dat is als je dat ziet vanuit de ruimte. Mm-hmm. Dan is het niet zo dat als hij er niet meer is, dat het dan voor mij geen waarde meer heeft. Ja. Dan houdt, ja, het niet op. Nee. En tegelijkertijd geeft het mij ook een heel goed gevoel dat ik dat wat hij belangrijk vond, dat ik dat ook nog steeds uitdraag. Ja. Dus of het nou is voor de jongens van de zonneauto, of voor de vliegerenergie, of voor de grootouders voor het klimaat. Ik bedoel, ja hoor, kom maar bij kom me. Maar op. Ik vertel er wel over.